super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben hier vandaag samen met Romee. Ja, ik ben Romee. Je kan me misschien kennen van mijn Instagram, vooral Romee. En hoe lang kennen we elkaar al? Wij kennen elkaar echt heel erg lang. Wij gaan way back. Ja, alleen er zitten ook heel veel jaren tussen dat we elkaar niet hebben gezien. Wij gaan het vandaag hebben over Instagram, want wij zijn er allebei best wel mee bezig. En ik krijg echt de laatste tijd zoveel vragen over Instagram en... Iedereen wil alles weten over hoe je het doet en hoe je het edit. En wij gaan vandaag gewoon onze tips en tricks een beetje meegeven aan jullie. Ik krijg echt heel vaak de vraag van hoe maak je je foto's? Hoe vind je toffe locaties? Wie maakt je foto's? Ik krijg eigenlijk zo vaak wie maakt je foto's? Maar bij mij is het antwoord gewoon eigenlijk heel simpel. Mijn moeder maakt bijna alle foto's. Mijn ook. Het is echt heel... Ja, het is of mijn moeder of een vriendin. Dus vaak is het dan Sabrina. Ja. Want ik ga heel vaak met Sabrina dan samen shooten. Maar ja, het is ook vaak mijn moeder. Ja, bij mij is het meestal eigenlijk altijd mijn moeder of mijn broertje. Ja, broertje doet die dat ook? Echt, mijn broertje kan echt de beste foto's maken. Toen ik in Zuid-Afrika was, heb ik bijna alle foto's gemaakt. Ja, die waren echt prachtig. Sowieso, check even haar Instagram, want het is echt... Cool, follow me. Ja, het is echt heel vet. Ik vind het echt oprecht jouw Instagram zo cool. Oh, ja, en het is ook echt wel heel belangrijk dat je als je foto's maakt, dat je er gewoon echt heel veel maakt. Ja. Ja. Weet je, je hebt een foto echt niet in één keer. Je moet het gewoon komt bijna echt... nooit voor dat ik na twee shots de foto heb. Nee, ik ook echt. Ik heb meestal, absoluut niet. Letterlijk meestal 80 foto's voor dat ik ook. Het is verschrikkelijk. Maar dat is dan echt, heb je wel. Dat is echt iets wat je moet doen. Je moet gewoon echt doorklikken. En dat voor je mij is het licht ook vooral echt heel belangrijk. Ik ga bijvoorbeeld nooit shooten als het een beetje donker wordt. Want dan is het licht gewoon niet meer natuurlijk. Dat is gewoon zonde. Ja, maar meestal denken mensen dat het zonnetje schijnt, oh top, dan gaan we naar buiten gewoon foto's maken. Maar voor mij, de foto's die het beste zijn, als het gewoon helemaal bewolkt is en je hebt gewoon zo'n hele mooie grauwe gloed eroverheen, dan heb je het beste licht eigenlijk. Maar het is zo belangrijk dat je een mooi licht hebt en een mooie locatie. Vooral die belichting, die doet echt alles. En ik zeg niet dat ik een foto op Instagram plaats zonder een filter eroverheen, want al mijn foto's hebben sowieso een filter. Ja, sowieso. Maar het is meer dat het... En je foto valt of staat al met het juiste tijdstip van de dag. Ja, dat is echt waar, ja, inderdaad. Dat is oprecht zo. En met gewoon natuurlijk licht heb je zoveel mooiere foto dan met synthetisch licht. Ja, dat is echt waar. Dat scheelt echt heel veel. Ja. Wat is volgens jou de allerbelangrijkste tip om je feed gewoon constant te houden? Dat alles gewoon bij elkaar past. Ja, nou bij mij, ik ben een paar jaar geleden begonnen met een blauw-wit feed te hebben. Dus echt die tinten van blauw en wit er vooral in te laten brengen. En voor mij is dat de belangrijkste tip om gewoon voor jezelf een eigen identiteit te kiezen. Dus voor jezelf te bedenken, ik wil nu deze kleuren vaak laten terugkomen of deze kleuren laten terugkomen. Moet je er wel bij nadenken dat je dan wel gelimiteerd raakt in je opties. Ja, dat is wel gewoon een belangrijkste tip die ik gewoon kan geven om gewoon constant te zijn in je foto's die je gewoon maakt. Dat je ook gewoon voor jezelf zegt, ik heb dit thema nu gekozen en hier ga ik me gewoon aan vasthouden. Ja, dat is echt zo. Want je hebt niet bij 9 foto's opeens een feed. Dat moet je echt lang volhouden om echt geheel te houden. Ik denk waarschijnlijk dat ik gek ben. Dat ik gewoon zeg, mijn kledingkast is gewoon veranderd naar alleen maar blauw tinten. Maar het is oprecht zo. Maar je moet gewoon zoiets vasthouden om een mooie feed te krijgen. Want ik krijg zo vaak de vraag van hoe doe je dat nou en hoe hou je het gewoon staande. Ja. Maar dat is echt door het gewoon doen en eraan vasthouden dat je dat wil hebben. Als je dat echt graag wil, dan moet je er echt in doorzetten. En dan af en toe ook gewoon... Ik heb namelijk ook echt wel eens een hele leuke foto. Maar die past dan gewoon niet in mijn feed. En dan plaats ik hem ook gewoon niet. Ja, maar daarom vind ik top dat de Instagram stories zijn. Want dan kan ik hem daar wel in posten. Elkaars favoriete app. Wat zijn die voor jou? Nou, op 1 staat natuurlijk sowieso VSCO of Visco of hoe je het ook noemt. Nummer 2 staat sowieso Snapseed. Ik weet niet, ken je die? Ja, ik ben er onlangs. Dat is nu mijn nieuwe favoriet geworden. Die is top. Zo top. Daar kan je echt heel veel mee. Alles mee. Ik heb echt nog niet alles ontdekt, maar je kan er echt heel dat, veel dat mee. Dat is meer. Je kan er zoveel mee. Dat je gewoon nog... Ik heb het is eigenlijk gewoon een soort Photoshop. Ja, eigenlijk oprecht. En vooral dus één functie, ik ga op zoek wat het heet. Is top, hè? Ja, toomcontrast. Oh, die heb ik nog nooit geprobeerd. Die is echt top. Dat is denk ik één van mijn grootste tips die ik vandaag wilde geven. Snapseed en dan toomcontrast. Dan op 3 staat Unum. Oh. Ja, maar daarmee kan je dus je feed die is helemaal echt inplannen. Fantastisch. Die is super goed. Zeker voor autisten zoals ik, die gewoon zo erg bezig zijn met hun feed, is dat gewoon fantastisch. Ja. Mijn derde favoriete app is denk ik Pinterest. Meer omdat het gewoon, ik krijg zo vaak de vraag van waar haal je inspiratie vanaf voor foto's.
Dat daar. Echt daar. Ik heb super veel borden. Ik ook. Die dan gewoon allemaal looks creëert. En daar een soort van en outfit inspiratie vandaan krijg. En foto inspiratie. Ja, ik heb echt precies hetzelfde. En gewoon huisdecoratie inspiratie. Heerlijk. Yes. Oh. Ik kan er uren op zitten. Ik ook. En het is geweest 4 uur s'nachts dat je denk ik zelf slapen. Ja, maar echt. Als ik me verveel. Ja. Pinterest gaat aan op mijn laptop. En ik vind het zo. Maar ook gewoon zo satisfying om al die borden te maken. Heerlijk. Echt. Echt helemaal top. Dus als jullie, inderdaad, dat is een hele grote tip voor inspiratie. Ga naar Pinterest. Dat is echt top. Top. Ja, en ik heb dan nog afterlight. Ja, ik ook. Maar ik gebruik het niet meer zo vaak. Gebruik ik alleen als je soort van een hele foto met heel veel donker contrast. Dan gebruik ik dan één functie, dat is dan brightening. En dan kan je hem soort van iets meer oplichten. Ja, die is wel echt top. Dat is echt de beste daar. En soms kan je daar, ze hebben daar een hele mooie soort van spikkelversie. Oh ja, klopt. Die vind ik ook heel mooi. Ja, die zijn ook echt super chill. 12 gebruik ik volgens mij. Wil je nou zien hoe wij onze foto's editen? Ga dan even naar haar kanaal. Die zet ik in de beschrijving. En daarop gaan we samen laten zien hoe wij onze foto's bewerken. Dus ben je daar nou benieuwd naar, ga dan even naar haar kanaal. En abonneren natuurlijk. Ik had sowieso en mijn volgende Instagram. Dat ook. Nou, wij hadden allebei ook nog vragen gesteld op Instagram aan jullie. Of jullie nog vragen hadden. En we hebben er wel een paar ontvangen. Dus die gaan we nu even beantwoorden. Dus hoe zorg je ervoor dat je veel likes, comments en volgers krijgt? Ja, ik denk dat jij je beter kan beantwoorden dan ik. Want zij heeft echt belachelijk weinig volgers voor hoe mooi er Instagram is. Dus echt, volg haar even. Sorry, maar haar Instagram is echt 80 keer zo mooi als die van mij. Dus ik ben het hier niet mee eens. Sowieso één tip. Ik haatte hem eerst echt. En ik haatte het als mensen dat doen. Maar het helpt wel. En dat is toch echt hashtags gebruiken. Ik ben het daarmee eens. Ik was er altijd fel op tegen. Ik vond het verschrikkelijk als mensen dat deden. Echt vreselijk. Maar het heeft mij best wel erg geholpen. Omdat je dan bij... De poes wil deze poes. Maar meer omdat je dan bij bedrijven en andere Instagrammers soort van wel aan bod komt of zo zeggen. Het is heel stom, maar het werkt echt. Ja. Moet je wel een beetje de juiste hashtags gaan vinden erin. Ja. En ik doe het niet bij elke foto, maar wel gewoon af en toe. Het is sowieso best lastig, omdat tegenwoordig krijg je zoveel. Ik krijg per dag iets van 10 mailtjes van bedrijven die vragen of ik volgers bij hem wil kopen of ik likes bij hem wil kopen. En ik ben het daar zo niet mee eens. Dat gaat zo tegen mijn principes in. Doe dat en niet. En het ergste is gewoon dat ik dan wel heel veel mensen zie die dat dan wel doen. Omdat ze dan opeens van 3000 naar 8000 gaan in een dag. En dan kan je ook bij, dat is een leuke tip, als je een keer verfilmpjes tussen de volgers gaan kijken bij sommige Instagrammers. En dan zie je gewoon of het net is aan jou. Ja, verschrikkelijk. Hoe lang doen jullie erover om je foto's te maken? Bij mij verschilt dat heel erg. Want bijvoorbeeld op vakantie heb ik soort van verschillende shoots gepland. Maar kan het ook zijn dat ik gewoon langs de weg rij en stop denk van oh, dit is echt een heel mooi uitzicht dat ik even snel uitstap om een foto te maken. Dat is echt waar. Soms plan ik inderdaad de dagen echt in. Om te gaan shooten. Dan zeg ik echt van ik ga deze dag gewoon foto's maken. Ja. En soms gebeurt het gewoon. Soms ga je gewoon een dag in schijn op uit, dan ga je gewoon fotootjes maken. En dan heb je ook een trolley bij je met 38 setjes erin. Ja. En soms is het in een minuutje heb je al een foto. Ja, dus dat verschilt gewoon. Maar bij mij is het bewerkingsproces wel meestal rond dezelfde tijd. Ik moet daar denk ik wel achter. Duur er echt een half uur echt lang over. Voor één foto. Ja. Oh, maar ik gooi echt in 8 verschillende apps, hè? En dan doe ik ook met jouw feed is het natuurlijk ook nog wel anders. Wat is jullie favoriete Instagrammer? Nou, dit vond ik echt de moeilijkste vraag. Zo. Ever. Maar echt. Want ik heb zoveel leuke. Ja. Queen of Jetlags vind ik echt top. Ik vind haar content heel goed. En hoe ze dat combineert met vloggen en haar privéleven even werkt, vind ik echt heel chill wat ze doet. En ik ben ook de laatste tijd dus wel fan van Mode Rosa Official. Ja. Dat haar zulke toffe foto's maken. Maar ik vind haar diepte heel mooi in haar foto's. Zo mooi, maar ook gewoon die kwaliteit van haar. Het is zo scherp allemaal en zo mooi en ook gewoon leuke vibes, weet je wel. Het is ook gewoon, ja ik weet niet, ik vind het gewoon echt leuk. Heb jij nog iemand? Ja, ik ben even haar naam kwijt. All About Elisa. Elisa. Zij is zo tof. Ik heb haar net pas gevonden. Maar ik vind haar outfits heel chill. En ik vind haar manier van foto's maken heel leuk. Wat is jouw favoriete kleur om terug te laten komen op je Instagram? Ik denk bij jou paars. Ik denk bij mij rood misschien wel gewoon. Ja, sommige mensen gewoon Miss Blue genoemd, hè? Miss Blue. Het is echt verschrikkelijk. Miss Blue. Ja, ik heb niet echt één bepaalde kleur. Ik moet ook zeggen, ik verander mijn feed nog wel eens. Ik probeer gewoon een soort van, ik vind het leuk om af en toe dat te doen. Maar dat is leuk, want ik heb bijvoorbeeld af en toe naar Afrika ging, ben ik ook een beetje meer naar wat groener gegaan. Ja, je kan niet opeens in een safari park een wit bos maken. Nee, klopt. Dus ja, ik vind het gewoon leuk om af en toe te veranderen. Dan blijf ik een tijdje weer op dezelfde en dan verander ik het weer.
Nice. Nou, ik denk dat dit hem was. Ja, ik denk ook dat dit hem was. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden en er wat van hebben geleerd. En zelf weer een beetje verder kunnen met jullie Instagram. Dat zou natuurlijk heel erg leuk zijn. Blijf onthouden, Instagram is gewoon meer om gewoon je eigen inspiratie op voor te laten. Ja, en je eigen creativiteit. En je volgers, et cetera. Ja. Gaat meer dat je gewoon jezelf en anderen lekker wil inspireren. Ja, superleuk. Heel erg bedankt voor het kijken. Ga zeker even naar haar kanaal. Want daar, zoals het goed is, staat er nu deel 2 op van deze video. Daar gaan we meer vertellen over hoe je nou een foto bewerkt. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video.